denk dat het grote probleem hier is dat het toch, als mensen problemen krijgen met hun verslavingsgedrag, dat we wegkijken, dat gezinnen wegkijken, dat kerk wegkijkt, dat we het maatschappelijk werk of het middenveld ook moeilijk toegang krijgt tot mensen die in de problemen komen. Op het moment dat je als jongere of als oudere jongere zelf besluit wat te gaan doen aan je problematiek, dan moet je het eiland af. Er zijn hele goede organisaties die van alles op dat gebied doen. Maar ben je dan zogezegd clean, dan ben je in feite technisch misschien wel clean, maar je komt weer terug op het eiland in jouw kringetje. En in dat kringetje waar het gebeurt, is het kennelijk zo gangbaar, zo gewoon, dat je heel snel weer terugvalt. En juist die terugval, dat is iets, denk ik, waar wij niet op geïnvesteerd hebben de afgelopen jaren. En terugvalpreventie, dat is dan ook de reden waar het onderwerp waar de Partij van de Arbeid zich heel hard voor maakt op dit moment. We moeten veel meer doen om die groep jongeren die eruit wil, om die ook dan stevig te ondersteunen, zodat ze er ook echt ook uit kunnen blijven.